Nou, goedemorgen mensen. Leuk dat jullie weer kijken. We gaan starten vanaf de kampeerplek, as usual. Kijk eens, daarnaast staan nog even de restanten van het aangenaam verpozen van gisteren. Josti is nog zijn... ziet eruit alsof hij tegen zijn camper staat te plassen, maar hij is nog even de laatste appjes aan het doen. Hier staan onze Harley Davidsons. En daarmee gaan we weer naar de beurs. We gaan vandaag sowieso een filmpje opnemen voor van Adria. En we gaan nog eens even wat beter aan die Greywater Fresh kijken van Tedford. Daar gaan we ook een filmpje van maken. Wij gaan weer aan de slag. Jos, heb je er zin in? Man, daar heb ik er zin in. Gaan we weer. Misschien wel leuk om, we zijn er toch onderweg, om even te vertellen wat Jos allemaal meeshout, joh. Moet je even kijken, hè. Let op. Komt hij aan. Hij rijdt altijd voorop. Een statief over zijn schouder. Daar. Oh ja, dat is de houder voor de iPad. Want we gebruiken, als het ingewikkeld wordt, gebruiken we iPad. Nou zeg. Als het ingewikkeld wordt, gebruiken we de autocue. Daar is die houder voor. Op zijn rug. Daar zitten alle camera's, zooi in. En de iPad natuurlijk, die we dus gebruiken voor de autocue. En dan heeft hij ook nog een fietstas bij zich. Ja, nou. Daar zit de gimbal in. Oh ja, en daar zit de gimbal in, zodat hij ook nog los met een ander toestel kan filmen. Dus, en dat moet gewoon elke keer. Dat moet gewoon elke keer mee. En ik zeg gewoon dat ik last van mijn rug heb. En ik ben natuurlijk gewoon een prinsesje. Dus hij shout dat allemaal lekker zelf. Kijk hem gaan. Nou, en hier, dit is het gevaarlijkste gedeelte van onze fietstocht. Want dit is de snelweg. Deze en deze. Voor die pendelbussen. Want je hebt hier natuurlijk een enorm parkeerterrein. Dat kan je hier ook nog zien. Zal ik ook nog even naar laten kijken. Kijk. Dat gras, zeg maar, wat nog niet bezet is door campers. Daar komen zometeen de bezoekers. Die worden allemaal op de grasmat gezet. En die kunnen daar achter mij, waar we net die snelweg over staken, die kunnen daar de pendelbus pakken. En dan word je automatisch naar dat beurscomplex gebracht. Maar dit zijn ook allemaal consumenten, jongens. Die blijven allemaal slapen. Kunnen jullie ook doen, hè, volgend jaar. En weet jij wat? Ja, en bij de kampeer- en caravanjaarbus kun je zeker overnachten. Jos, die herinnert mij dat nog eventjes. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Oeh, als je bij de KCA komt. Want dan combineer je lekker een beursdagje met een dagje Utrecht. Nou, dat is ook hartstikke leuk. En wij zijn er ook, hè. Wij zijn overnacht ook op die NKC-camping tijdens de kampeer- en caravanjaarbus. Van 5 tot 9 oktober. Nou, Jos en ik fietsen nog even door. En dan gaan we daar ergens kijken of we nog een bak koffie kunnen scoren. Jos, koffie? Zin in koffie? Nee, ik ga eerst even werken, want anders komen de bezoekers binnen. Oh, Jos gaat eerst even werken. Jij ook. En ik ook, hoorde ik net. Nou, gaan we. Ciao, ciao. Zo jongens, en waarom vertrekken wij nou zo vroeg? Dat heeft er alles mee te maken dat er nog geen publiek is in die hal. Kijk, helemaal leeg. Zodat wij gewoon lekker even rustig kunnen filmen. Terwijl er niet iedere keer mensen in en uitstappen. Nou, het enige nadeel is dat er op sommige plekken, je ziet achterin dat er wel licht is, zie je dat? En op sommige plekken is er nog geen licht. En dat is altijd een dingetje. Dus we gaan even kijken of we licht kunnen regelen. En er was licht. Nou, wij kunnen aan de slag. Wij gaan de Adria Altea doen. En die gaat Jos doen. Kijk, die Adria is helemaal vernieuwd. We hebben het er al eerder over gehad. En daar gaan we een video van maken. Jos heeft een statief opgebouwd. Kijk eens. Daar gaat de camera dan op. En vervolgens plakken we daar nog even de autocue aan vast. Wat is best een verhaal wat we over die wagen, over die caravan kunnen gaan vertellen. Dus zo gaat dat dan. En kijk, we zijn ook niet achterlijk, hè, maar als het even kan, fietsen we gewoon die hallen in.
Zo, het is altijd wel een beetje puzzelen, jongens, om de goede uitsnede te pakken. En om het er zo te presenteren dat we niet onze eigen schaduw hebben, zie je dat? Dat is weer het nadeel van zo'n licht. Er komt nog veel bekijken hoor, met zo'n videootje. Nou, vervolgens heb ik het script al geschreven voor deze wagen. Echt een bijzondere caravan, dat gaat Jos zometeen allemaal vertellen. Dat script dat staat zometeen op de iPad. En daar gebruiken we een AutoCue-programma voor. Zodat we niet de kluts kwijtraken tijdens de presentatie over deze wagen. Adriaan Althea, jongens. Nou, die zie je binnenkort. Kijk, en hier hebben we de schaduw van Jos en DW. We zijn begonnen. Voor modeljaar 2023 heeft hier een frisse, moderne look gekregen. Wat bijzonder is ook het lichtgewicht chassis dat onder de Althea caravan zit. Het Vario X-chassis. Nou, dan hebben we buitenkantjes gefilmd met die opstelling met een statief. En dan gaat Jos aan de slag met de binnenkant. Kijk, en dat gebeurt even niet met een iPhone. Maar dat gebeurt met dit hele spektakel. Een gimbal met allerlei uitbreidingen. En die camera die blijft helemaal stabiel hangen als je er ook rare dingen mee doet, zeg maar. En zo krijg je een heel stabiel beeld. Speciaal voor die mensen. Speciaal, hoe heet hij ook alweer? Ja, Pieter. Dat gemopper over die trillende beeldjes, dat trekt Jos zich wel aan hoor. Kijk, en vandaar dat deze investering eraan komt. Dus we sturen je een tikkie. Nou, doordat we aan het werk zijn voordat die beurs open gaat, kunnen we ook nog gewoon door die hallen heen fietsen. Want al die hallen, jongen, dat is een terrein van heb ik jou daar. 17 hallen hier in Düsseldorf. En dan is het al heel relaxed om een fietsje bij je te hebben. Tenminste, zoals wij dan aan het werk zijn. Want we vliegen van hot naar her. En kijk, het is nu nog lekker rustig hoor, jongens. Dit is allemaal nog personeel. Hoewel wat die hond daar dan doet. Anyway, ik ga eens even bij de Hiemerhal kijken. Nou, en hier zijn we dan bij Detlefs, jongens. En dit is die Seajoy caravan. Dat is echt de instapper bij Detlefs. En kijken van een leuk caravanetje, hè. Enkele bedden. Nou, we hebben het al vaker gezegd. Het lijkt ongezellig, maar als het bloed en bloed heet is, dan is het ook wel heel comfortabel slapen allebei. Weet je wel, dus plak je niet aan elkaar vast. En voor de romantische momenten, kijk, maak je daar gewoon een groot pretparadijs van. Nou, het is maar ter inspiratie. En hier een leuk zitje. Dit is echt een heerlijke caravan, jongens. Toilet met een douche erin, kijk eens. Ik zeg altijd, altijd meebestellen als dat al niet standaard is in zo'n wagen. En dan heb je toch een heerlijk... even de deur even netjes dicht doen. Dan heb je toch een heerlijk onderkomen. En Detlefs is een vriend der familie. Dus die hebben ook heel veel wagens met kinderbedden. Dus hier heb je bijvoorbeeld de Aero. Dat is die caravan die Jos heeft, jongens, die Aero. Detlefs Aero. En die zit weer wat meer aan de bovenkant. En dat zie je ook wel gelijk binnen. Kijk, mooi interieur. En wat hier bijzonder aan is, en dit is gelijk wel echt een freund der familie. Hè? Een zithoek die je kan ombouwen tot een tweepersoonsbed. Een hefbed boven de zithoek. Tadaa. Het is een kwestie van op die knoppen drukken. Nou, ik heb maar één hand ter beschikking. Dan druk je hem naar beneden. En als ik me dan omdraai, dan hebben we een joekel van de keuken. En hier nog een stapelbed voor de kindjes. Dus ja, en deze kun je met een zitje. Dus deze, die kun je ombouwen tot bed. 1 slaapplaats, 2, 3 slaapplaatsen. Gaan we terug naar de nette. 4, 5, 6, 7 slaapplaatsen in deze Aero Up. En dat Up staat voor het hefbed. 530 kr. En dan heb je een caravan die... Even kijken hoor, wat mag die wegen? Ja, dat is toch wel een ding hoor. 1400 rij klaar.
Je mag er nog 200 kilo in gooien, dat is niet heel veel natuurlijk. Maximaal te laten tot 1600. Maar ik weet zeker dat je dat weer kan upgraden naar 1800. Maar dan moet je wel een auto hebben die dat kan trekken natuurlijk. Maar goed, deadlifts, mooie wagens. Seago, ook nog even leuk. Die zit boven de Seajoy. Dan heb je een dwarsbed hier voor papa en mama. Een zitje en daar achterin weer een stapelbed. En natuurlijk ook weer een badkamer, jongens. Kijk, daar is hij dan. Hier zit geen douche, wel een douche mogelijkheid. Dat kan je zien aan die douchevloer. En dat betekent dan dat de dealer een douche kan zetten, sowieso. Maar dat je hem af fabriek dus ook kan bestellen. En dit is de 495. En wat mag die? Kijk, dat is al lekkerder, hè. Dan 1200 kilo massa rijklaar. Beladen tot 1360 en dat kun je weer ophogen. Dus dit is ook wel een heel fijn familiewagentje. Lekker hoor, zo'n dwarsbed. Ik heb het zelf in mijn camper. Oh, ja, in mijn camper heb ik ook een dwarsbed. Het enige nadeel is dat je af en toe eens over elkaar heen moet plassen bij een sanitaire stop. Maar goed, dat went ook snel. Nou, wat ook wel een beetje een trend is hier op de beurs, dat zijn die kleinere campers. Hier heb je de Globe Van staan, zie je dat? Dus een wat compactere buscamper. Ja, hefdak. Maar wel alles erop en eraan, weet je wel. Dus meestal hebben die een hele functionele indeling, omdat ze natuurlijk over elke vierkante centimeter moeten nadenken. En dat zullen we ook hier zien. Kijk, het is ook wel een hele ruime trouwens. Stoelen die omdraaibaar zijn, een bankje. Nou, daar zal, dat is opbergruimte, hier ontbreekt een keukentje zo te zien. Maar wel, en dat is ook alweer grappig in zo'n wagentje, je zou zeggen, oh, heel klein. Maar dat slaapdak, die bodem, dit is dus, die moet ik wel even laten zien natuurlijk. Dit is de bodem, ik voel hier de lattenbodem zitten. Ik weet niet of je dat ook nog kan zien. Dit is dus de lattenbodem van het bed. En doordat je dat gewoon omhoog kan drukken en de boel kan openzetten. En vaak, horror zitten er ook in. Heb je toch niet dat hele benauwde gevoel dat je soms hebt in zo'n wagen. En laten we even kijken rondom mij. Dus je hebt hier wel best een lekker uitzicht in zo'n wagen. Eigenlijk wat wij meestal zeggen is dat dit een reiswagen, gewoon een personenauto is. Waar je ook nog in kunt slapen. Dus een reiswagen. Waar je lekker toch nog een weekendje weg mee kunt. Fietsjes mee. Dus de kleine variant van de buscamper. Hier hebben we er nog één staan. Deadlifts Globe Van heet die. Een witte. En daar staat er nog één. Daar kunnen we ook nog zien hoe je dat bed beneden maakt, jongens. Want van die banken beneden, daar kun je natuurlijk ook een bed van maken. Kijk, en dan krijg je dit idee. Kijk eens, horretje achter. Dus je kan ook nog openslapen als je dat zou willen bij warm weer. En boven dus weer dat slaapdak naar beneden. En dan kunnen de kindjes lekker boven slapen. Dus je zou hier zelfs met z'n tweetjes of met een gezinnetje mee weg kunnen. Nou, Deadlifts heeft hem. Ja, Hiemer heeft nog een eigen merk. Crosscamp heet dat. Ook dat soort busjes. En hier, kijk, dit is een gewone buscamper op Ford. Daar heb je beduidend meer ruimte in. Pakken die witte wel even. Beduidend meer ruimte dan in die kleintjes. Maar ja, goed. Dus voor iedereen wat. Hè? Kijk trouwens, dit is een grote douche, jongens. Dit is een klein. Hier kan je dat tweepersoonsbed naar éénpersoons klikken. En dan kan je wat ruimer douchen. Ja, nou ja. Het is handig dat het erin zit. Dat is gewoon fijn. In al die buscampers kun je douchen. Nou, we maken nog even een rondje. Oh, dat is ook al leuk. Hier kunnen we ook nog wel wat over vertellen. Die zie je steeds vaker, dat ding. Dat viel mij op. Dat is deze. De Globetrotter XXLA. Dat is het grootste ding van Deadlifts. En die heeft een beetje afgeleid van de Alpa. Want je hebt hem ook in een kleinere variant. Dan heet hij meestal Alpa. Dat is ook wel leuk om even te kijken. Alcove Camper, dus die zie je, die bult op het dak. Staat op een Iveco. Dit is C-rijbewijs, jongens. Dan weet je dat vast. Maar grote garage. Kijk even. Nou, daar kunnen nog wel twee kinderfietsjes bij als je dat zou willen. Dit is wel een ding hoor. Maximaal 6 slaapplaatsen zoals je ziet. Nou, daar gaan we erin. Nogmaals de grootste van Deadlifts.
er een enorm bed in die alkoof. Een dinette die je kunt opbouwen naar twee slaapplaatsen. Een jetser van een keuken. Douche en toilet zitten apart. Hier hebben we de douche. Toilet zit achter deze deur en dan hebben we dat hele grote bed. Wat je dus weer kunt uitbreiden voor de romantische momenten. Hartstikke idee. Nou, even naar de plek kijken. Kijk even, jongens. Dan hoef je toch niet meer te schamen, hè, voor zo'n wagen. Kijken van de ruimte. En let even op de staarhoogte, hè. Ik ga even kijken. Hier onder de airco heb ik nog. Wat zal het zijn? Nou, 10 centimeter staarhoogte. Onder de airco. Ruime wagen, hoor. Televisie. Nou ja. Voor als je dat belangrijk vindt. Veel mensen zijn met zo'n wagen wel langer onderweg, hè. En dan is die televisie misschien wel weer even lekker. Dan kan je in ieder geval Max Verstappen blijven volgen. Nou ja, dit was de hal met Detlefs. We gaan even bij de andere Hiemer-merken kijken. Nou, dit is de volgende hal met Hiemer-spulletjes. Nou, dan lopen we gelijk weer tegen die compacte wagentjes aan. Zie je dat? Dus dat is echt wel een trend, jongens. Nou, en als je nou zo'n compact wagentje hebt, kan je inderdaad ook nog een hefdak, of wel een hefdak, een daktent opzetten. Hier, dit zijn de wagentjes op Nissan. Ja, bij Hiemer gebruiken ze, uit mijn hoofd hoor, die Pro-Ace van Toyota gebruiken ze. Ze bouwen op Opel, ze bouwen op Nissan. Ze zijn lekker bezig. Dit zijn de LMC'tjes. En, dat is ook al, dat weet je misschien niet eens, maar Leica is ook een Hiemer-merk. En die besteden heel veel aandacht aan design. En dat is ook wel even leuk om van binnen te laten zien. Want aan de buitenkant ziet het er allemaal wel hetzelfde uit. Maar van binnen is dat toch wel compleet anders dan die Duitse Hiemer-merken. Kijk even. Dus, je moet het zien, een ronde tafel zien we natuurlijk. Met een beetje een brons-koperkleurige rand. En als er brons-koper in zit, komt dan die kleur weer terug in andere dingen. Bij de Italianen. Dus bijvoorbeeld in deze bies van de kussens. Nou, kijk. Dat is toch even... Ja, ik vind dat totaal anders dan de Duitse campers. Ook weer die enkele bedden. Maak even een rondje. Net even andere lampjes. Kijk eens, USB's op de goede plek. Dat wil je graag. Dat je wilt toch je telefoon opladen. Hier zien we ook weer dat koper terugkomen. Echt een totaal ander houtsoort. En hier een bestekla met een inzetbak. Dat is wel heel chic de friemel. En hier hebben we dan ook weer de douche. Kijk, en er zit weer zo'n printje in, weet je wat. Je komt het niet tegen bij andere merken. Dat is echt typisch Leica. Die doen echt heel veel aan design, ook hier voorin. Kijk eens, zo'n laadje. Het is allemaal heel veel details hebben ze bij Leica. Ook een Hiemer merk. Ze noemen het ook wel eens de Italiaanse. Afstap. Ze noemen het ook wel eens de Italiaanse Leica. En vaak hebben die Italiaanse wagens ook nog een wijnkelder in de garage. Deze niet. Dus kijken of we die kunnen vinden. Het zal vast wel in die Creo zitten, denk ik. Nou, hier zit er ook een. We gaan even op zoek naar die Creo's. Dat is ook een bizar ding. Nou, dit is die Creo's, jongens. En dat is het topmodel van Leica. Die is volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden. Nee, vorig jaar opnieuw onder handen genomen en geïntroduceerd. Half integraal. Dus ik ook allerlei details in. En even kijken naar, misschien, ik denk dat hier wel die wijnkelder in zit. Hoppa. Jawel, daar is die dan. Wel, ik moet wel even diep reiken. Want ik heb natuurlijk de verkeerde deur geopend. Daar is die, de wijnkelder met twee verdiepingen. En ook nog verlicht, want na je derde fles wijn wil je ook die vierde nog wel kunnen vinden. En hier heeft hij dus een klep, maar natuurlijk... Natuurlijk hier aan de andere kant ook, hè. Dan kan je wat makkelijker bij je spullen. Dus ik vind dat wel slim. Kijk eens, handige vakken voor ander spul. Fietsen kunnen hier mooi op een dragen en hier hebben we dan de wijnkeller. Genau. Nou, er stond net iemand binnen. Even kijken of die er al uit is. Kan ik de binnenkant laten zien. De Creo's van Leica. Even kijken hoor, of we wel alleen zijn. Nou, hier hebben we de entree. En ook weer dat interieur waar heel veel details. Even kijken hoor.
donkere kleuren. Aflep, gelegvakjes. Nou, het gaat even om de styling, jongens. Kijk even naar het Corian A-recht. Dikke driepitter erin. Ik maak dit allemaal voor het eerst open, hè. Dus kijk eens. Een dubbele spoelbak. Met Corian afdektoestanden. Hier hebben we die andere spoelbak. Makkelijk als je aan het koken bent. Voor groenten spoelen weet ik het allemaal niet. Dit is voor je Nespresso cupjes. Ook over nagedacht. Hier staat dan je Nespresso. Dat is ook alweer andere handgrepen dan anders. Kijk, de normale werken gebruiken daar weer scharniertjes voor. En moet kijken wat een units ze maar lijken aan gebruiken. Ambiënte verlichting. Nou ja, die koelkast, dat kennen we ondertussen wel, hè. Die aan twee kanten open gaat. Kleur in die wagen, dus een beetje denim-achtige kleur. Hier hebben we weer het slaapkamerparadijs. En kijk hier even naar de douche. Mooie houtenachtige wandjes. Even kijken hoe we erin komen. Oh, dit is nog een kast. Wat je hier dan in moet stoppen, dat weet ik even nieuw, jongens. Met die hoge dingen. Maar een apothekerskast die je vol kan stoppen met dingen. En hier gaan we even kijken hoe ik die deur open. Oh, wacht, is dat nou een draaideur? Oh ja, hier komt die. Alle begin is moeilijk, de W. Kijk, douchen in een, ja, dat is niet in een koelkast, zullen we maar zeggen. Hè. Dus sfeervol douchen. Oh, die vloer die kan eruit. Dan kom je bij, dat is een inzet voor de vloer. Hier hebben we de gewone douche en hier, waarom zou je het zonder doen? De regendouche. Nou, dan komen we hierbij. Het toilet, ook weer met die blauw-groenige kleur, achterwandje die een beetje doet denken alsof het leisteen is. Ja, het is allemaal wel een goed topmodel, hè, van topmodel van Leica. TV in slaapkamer, ook weer die kleur. Dat is wel een hele luxe wagen, echt. Maar ik denk, ik laat jullie even die Italiaan zien. Prijzige kast hoor, maar even kijken wat kost dat ding. Dat valt me niet eens nog mee. Basisprijs zeg maar 140 in Duitsland. En deze met alle toeters en bellen erop komt hij op 160. Nou, reken in Nederland er even 15, 16 mil BPM bij. En nog een beetje transportkosten. Dus we zaten dan op 165. Wat was dat nou? Het lijkt godverdorie dorie wel. Oh ja, 160, dus wordt die 175 tegen de 180. Maar goed, dan heb je wel het topmodel van Leica. Echt een hele serieuze integraal. Oh, kijk, hier weer zo'n busje. Leica heeft ze dus ook, hè, die compacte campertjes met zo'n hefdak. Nou, als Leica ze heeft, dit les heb ik net laten zien. Ja, ze hebben ze allemaal, joh. En dan wijken ze net een beetje af in styling. Hier kan je dus een tweepersoonsbed van maken voor als het nodig is. Daar twee. Deze heeft wel een keuken trouwens, zie je dat? Deze heeft wel een keukentje. Dat is zittend koken, hè jongens, in zo'n ding. Zittend koken. De vraag is of dat zo erg is. Mijn zus die heeft een California. En mijn zus die zegt, ja, wij koken eigenlijk nooit binnen. We hebben de schottelbraai buiten of we zetten de barbecue of we gaan lekker een hapje eten, hè. Dus die keuken bij haar in die California is niet veel anders dan dit, hoor. Is die California wel wat groter. Die gebruikt ze dus nooit. Maar hij zit er wel in. Dus als het een keer slecht weer is, kan je in ieder geval binnen nog een kop soep maken. Hier hebben we nog mooie kastjes. Bekijken we van de achterkant. Wat is het idee? Kijk, opbergruimte. Nou, hier zit ook nog een of ander kastje. Dat kan slimmer hoor, jongens, dit. Want je hebt hier op de beurs hebben we allemaal van die inbouwboeren gezien die daar hele uittreksystemen over hebben met laden, ze noemen het allemaal op. Dus dat kan wel slimmer. Nou, dit is ook Erwin Hiemer Groep. Ja, de Niesman en Bischoff. Dit is die Flair die ik al uitgebreid heb laten zien. Daar staat een Arto. Ook wel een beetje een droomwagen. En hier hebben we de iSmooth, dat is de instapper. De Smooth hadden ze ooit, dat was een half integraal. Zijn ze mee gestopt en daar is deze, de instapper, voor teruggekomen. Ook met heel veel aandacht voor design. Maar goed, die Flair heb je al gezien. Dus we gaan even door naar Büssner. En wat zien we bij Büssner? De Campeo. Maar die hebben ook weer een nieuwe buscamper.
Dit is de normale maat, hè? Dit is de normale maat buscamper met als uitbreiding dat, dat hefdak. En dan hebben ze dus de Campeo. Ze hebben dan de... Oh, kijk op Ford. Oh, dat is een elektrische, jongens. Ja, ja. De elektrische Lineo C590 Electric. Nou, kijk. Hier zit dus geen verbrandingsbrommer in. Maar een elektrische motor. Ja, en dat zien we dus ook steeds vaker. Hè? Tonken, die heeft natuurlijk... hoe heet het ding nou? Die Mercedes EQV. We gaan eruit voor een mededeling. De beurs is geopend. Tonke heeft natuurlijk een Nederlands fabrikant. Hè? Die heeft hem al productie klaar. Daar kan je al elektrisch rijden als je dat zou willen. Ik stop even met vloggen, hoor, want dit is in 7 talen. Dus dit duurt een eeuwigheid. Maar ze zegt eigenlijk, de messe is geöffnet. Nou, tot zo. Nou, daar ben ik weer. Mededeling is afgelopen. Nou, dit is dus die elektrische Lineo. Maar dat is de Lineo-lijn op Ford is ook weer helemaal nieuw bij Büssner. Dus ze hebben de Campeo, Lineo, Eliseo. Dus als je voor een buscampertje gaat, dan kan je bij Büssner ook aardig je hart ophalen. En ze hebben natuurlijk ook de gewone range. En hier, daar komt die. Dat is, zie je hem al staan in de verte, jongens. Dat is de Liceo Gallery. Met die enorme alkoof die opgeblazen is. Zie je dat? Dat is dus, maar ja, goed, die hebben we al behandeld, hoor. Dat is dus een half integraal met dat opblaasbare alkoofdak, zeg maar. Waardoor je dus een enorme bak ruimte hebt van binnen. Maar goed, die hebben we al uitgebreid behandeld. Maar een grote stand, hoor, van Büssner. En dan komen we hier bij Himer himself. Kijk eens, ook weer in de busjes. Ook weer mooie busjes met slaapdak erop. Dit is de Himer Free. Dat is ook een geweldig ding, jongens. Ook een bak, hoor, maar kijken. Hartstikke idee. En, maar goed, een buscamper in het blauw. Maar wel heel erg mooi. En op Mercedes. Dat is ook wel weer gaaf, hè. Ja, om te zien vind ik buscampers het allermooiste. Maar ja, ik ben er zelf te groot voor. Hier heb je ook een Himer. Kijk even. Ziek, hè. Nou, bij de caravannetjes hebben ze natuurlijk de Eriba Touring. Ik heb vroeger een Eriba Puck gehad. Daar heb ik eigenlijk nog steeds spijt van dat ik hem weg heb gedaan. Kijk, hier ook. Dat is dan, maar goed, die puck van mij was dat 1974. Maar vrijwel onveranderd, hè. Al die, die Eriba Touring, jongen. Bijzonder ding, hoor. Die hebben een metalen frame. Dus geen hout of wat dan ook. Als je deze zou kantelen en weer opzet, dan kan je er gewoon nog mee weg. Door dat metalen frame. Een andere caravan overleeft dat niet. En dat maakt hem wel heel bijzonder. Het is echt een stijlicoon. Bestaat al, nou, wat zal het zijn, joh. 60, misschien wel 70 jaar. Daar is Erwin Himer zelf ooit mee begonnen. En nou ja, hij is er nog steeds. En dit is dan weer het topmodel. Dus je hebt ook weer de Eriba Touring. 28 of zo is dit. Dus dit is dan weer een joekel van een ding. Tandemas. Morgen. Morgen. Tandemas eronder. Dus we hebben ons een dik ding nodig om het te kunnen trekken. Hè? Kijk even, jongens. Hé. Dit noemen ze ook nog een caravan, hè. Joekel van een bed met uitzicht rondom. Gelukkig geblindeerde ramen, je kan alles dicht doen. Een mooi toiletje. Hier zit natuurlijk, even kijken, een hanglegkast. Ja, dit is wel fantastisch, hè? Moet je kijken. Het lijkt wel, heel veel mensen zeggen dat ook. Het doet wel een beetje denken aan een Airstream. En dat klopt ook. En leuk om te weten, die Erwin Himer groep is overgenomen door... Tor, Amerikaans bedrijf, en die is ook eigenaar van Airstream. Nou, hier hebben we die Venture S weer. Nou, dat is wel een beetje mijn lieveling. Ja, ik zou alleen 20 centimeter korter moeten zijn en een kilootje of 20 minder. Dan zou die helemaal fantastisch zijn. Ook weer met dat slaapdak erin. Maar goed, hier gaat Jos een uitgebreide video van maken, dus daar ga ik niet te veel over zeggen. Hier hebben we nog een hefdakwagen, dat is de Feeling. Dus je hebt dus de Eriba hefdak, zie je dat? En de Feeling is een beetje een modernere van de variant. En ja, we kunnen nog meer vertellen. Ja, over Himer kan je blijven lullen. Maar mooie stand. Oeh, nog even een 4x4'tje. 4x4'tje. Altijd leuk. We gaan ook nog even bij die 4x4 kijken van Himer. Nou, dit is de wat
zeg maar, als je het vergelijkt met die Venture Vision, hè, achter mij. Even kijken daar, zo. Daar. Dan is dit de wat ingetogener versie. Dit is gewoon een normale buscamper, maar wel op 4x4. Nou, dat staat erop. Maar je ziet ook dat hij veel hoger op zijn wielen staat. Hè. Dat scheelt ons, zou het zijn, 1,20 cm. Dus je hebt hier ook een mega instap. Kijk even, twee beursstapjes. Nou, hier de instap van het wagentje zelf. Ja, en verder is het natuurlijk gewoon een buscamper. Maar wel heel, heel mooi op Mercedes. Dit doen ze ook wel heel slim, hè, met zo'n heel kort tafeltje. Want wanneer je, die lange tafel heb je niet heel vaak nodig. Maar als je hem nodig hebt, klap je hem gewoon uit. Trappetje naar boven voor twee extra zitplaatsen, slaapplaatsen, sorry. De droomplek voor de kinderen. En zelf slaap je dan daar in het dwarsbed. Alleen waar je rekening mee moet houden met Mercedes, is dat die Mercedes die zijn een stuk smaller dan de Fiat-bussen. En ze lopen ook wat tapsen toe. Kijk even of ik dat kan laten zien. Kijk, zie je dat? Lopen taps toe. En op breed, nou ja, min of meer het breedste deel, bouwen ze dan een bed in. En die bouwen ze dan wel ietsje uit, zie je dat? Dus ietsje meer. Ietsje meer slaapruimte hier. En als je mazzel hebt, ja, aan de andere kant ook ietsje meer slaapruimte hier. Vandaar dat ze van die flaporen hebben. En ja, dan heb je hier dus een breedtebed. Nou, ik heb geen centimeter bij me, maar 1,89, 1,93, dan houdt het wel een beetje mee op. Maar het is wel een fantastische wagen. En het leuke van dat 4x4 is dat je er dus mee off-grid kunt. En ik heb wel eens gezegd, wanneer doe je dat nou? Maar ik heb er nou deze vakantie toch eens een beetje op gelet. En dan kom je toch wel van die bospaadjes tegen dat je denkt, nou, als je 4x4 hebt, ik laat met mijn Frankje, laat ik het wel uit mijn hoofd. Maar als je 4x4 hebt en je kan op een of andere manier op een heel stil plekje aan een riviertje staan om een hengeltje uit te gooien. Of om lekker in je eentje kampvuurtje maken, wat op de meeste campings niet mag. Kijk, hier hebben we een van de eerste eribaadjes, jongens. En die komt uit het, en dat is echt een aanrader trouwens, die komt uit het Eriba, of het, uit het Erwin Hiener Museum. Nou, als je een keer in Beieren bent, in Bad Waldsee, daar staat het Eriba, of dat Eriba, Erwin Hiener Museum. En daar staan allemaal, want die oude Herr Hiener, die verzamelde allemaal dat oude spul. Dat was echt een fanaat. Dus daar staan, nou ja, deze dus. Maar daar staan ook prototypes uit de goede oude tijd, zullen we maar zeggen. Maar ook allerlei klassieke caravans van andere merken. En dat is super mooi ingericht. Ze hebben vaak ook themavoorstellingen. Dus als je een keer in Bad Waldsee bent. Nou, hier dat is ook wel grappig, hè. Die oude Hiemer die leefde toen nog. Die bemoeide zich overal tegenaan. Dus dat uiterlijk van dat museum, de buitenkant. Die moest eruit zien als een caravanraam. Dat verzeer je toch zelf niet? Kijk, en hier kan je dat een klein beetje zien hoe groot het is. De benedenverdieping, allemaal oude auto's ook weer met caravannetjes erachter. Houdt echt hartstikke de moeite. Dus als je in Bad Waldsee bent, moet je dat echt een keer gaan bezoeken. Echt leuk. Dan komen we hier weer bij LMC uit. En die hebben ook een nieuw model. En dat is de Tandero. Caravannetje. En eens even kijken wat we hier hebben. Een caravan met een dwarsbed. Die gaan we ook even bekijken. Kijk eens, een lekkere dinette, een ruime kledingkast en een dwarsbed. Nou, en kijk eens wat een achterwandje, jongens. Dat doet toch denken aan de ondergaande zon. Heerlijk. Dwarsbedje erin. Kijk eens, open vakken voor spulletjes die je graag bij de hand wil hebben. Diepe bovenkasten. En ik vind dat achterwandje wel grappig, wel sfeervol. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ik draai even rond hoor, jongens. Keukentje. Mooie, grijze. Weinig licht, hè? Nou ja. Kijk eens. Laden met softclose. Hoppatee. Ruime keuken. En dan kijken we hier ook nog even. Hoppatee. In de badkamer. Nou ja, badkamer. Dit is echt een toilet. Dus als je hier, ongetwijfeld dat je deze ook met douche kan krijgen hoor. Hier kan je het aan zien, hè, jongens. Dus de vloer loopt gewoon door. Hier kan hier gedoucht worden. Maar als je die douche-optie bestelt, dan krijg je dus zo'n kunststofvloer met opstaand randje. Douchearmatuur. En daar kan je er wel in douchen. En, nou, dat is toch ook wel fijn dat ze erop zetten. Het is een tijdloos design. Met
greeploze kastjes. En, want in het midden zit een frummel, die laat ik je zo zien. Kijk eens, dan, ja, dan zie je die greepjes niet, dat ziet er net even strakker uit. En wat wel bijzonder is bij dit, weet je wel, vaak heb je allemaal van die vette vingers. En bij LMC hebben ze nou weer een of ander spulletje ontdekt, waardoor je normaal gesproken blijf je poetsen. Dat, dan worden de dames, het is de dames, ik poets het zelf ook, hè. Daar word je af en toe helemaal gek van. Maar hier, nergens vingerafdrukken. Nou, dat hebben ze dan weer goed bedacht bij LMC. Hier nog een paar hiemers. Kijk eens, dat is het karretje wat Jos had voordat hij Carthago ging rijden. Ben ik ook nog mee bezig geweest, hè. Toen ik die Francia kocht, heb ik ook nog even nagedacht over hiemer, over die white line. Ja. Kijk, staat die venture weer. Nou, we maken nog even een rondje en dan ga ik naar de volgende halen, jongens. Kijk even, hier heb je die white line. Kijk, dus, nou ja, dit karretje hebben jullie al 1000 keer gezien, hè. Dit is die wagen die Jos had, alleen dan in de integraal versie. En daar heb ik toen nog even over getwijfeld voordat ik die Francia ging kopen. Ik reed natuurlijk al in een hiemer. Kijk, mooi hoor. Een mooie wagen hoor, die white line. Het leuke van die white line is dat alles er al op en aan zit. Dus qua accessoires, jongen, echt. Er zit zelfs een satellietschotel zit al bij de prijs in. Mooie L zit, mooi keukentje. Ruime wagen, ja. Echt een mooi ding. En wat moet je er verder over vertellen, hè? Enkele bedden die je dicht kan leggen, maar ja, dat verhaal kennen jullie al. Mooi wagen. Nou, dit was de Hiemerhal en een beetje verderop staat Detlefs. De Hiemergroep die is straks ook aanwezig in Utrecht. Alleen hebben ze er dan voor gekozen om de campers grotendeels thuis te laten. En dat heeft te maken met de leverbaarheid. Je kan wel achter hartstikke mooie spullen laten zien. Als de levering lastig loopt, dan zegt de Hiemer, we willen onze klanten niet in de maling nemen. Dus we gaan er niet met onze campers staan. Is wat voor te zeggen. Nou, de beurs is 10 minuten open. En dat zie je dan ook gelijk, hè, jongens. Dat stroomt helemaal vol. Nou, ik ben blij dat ik het jullie even kon laten zien voor openingstijd. Want dan heb je toch wat meer de ruimte. Ik zeg bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie erbij waren. Tot de volgende keer. Geef ons even een duimpje. Abonneer je op ons kanaal. En met dat belletje even op drukken. Dan mis je geen enkele video meer van ons.